officieel heet ze Maria Soevereins, geboren op 2 februari 2019, maar pas 1919. Ze is al 100 jaar en 4 dagen. Maar iedereen kent haar als Trienke van Heines of Trienke van de Bekker. Of de Bekkerkus. Ze had het geluk om te trouwen met de heer Albert Slegers, die helaas in 1986 overleden is. Ze hebben 2 zonen, ze zijn aanwezig, de tweeling, dat is ook uniek. Maar ze zijn uit het goede geslacht gekomen, want Trienke is al meer dan 100 jaar. Dus die zonen zullen haar wel opvolgen. Binnen een jaar of 30, 40 zitten hier nog een 200-jarige, de tweeling. Trienke heeft 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Zes, maar mijn papier staat 5, dus dat eentje moet nog snel gekomen zijn. Hij is al 6 jaar, dus pas nog niet doorgegeven aan de stad, dus dat zijn ze een beetje, daar blijven ze achterlijk maar of... Ze gaat heel graag op reis. Ik hoop dat collega Jos haar zelfs een dikke check kan overhandigen dat ze op reis kan gaan. En ze houdt van kaarten en tienen. Ik denk dat we allemaal een daverend applaus moeten geven voor Maria Trienke van de Bekkerkus. En dat ze nog minstens 25 jaar met ons mag blijven. Hartelijk proficiat, Trienke. Jawel. Ik kreeg nog een geschenk van het Koningshuis. Van de koning en de koningin, en samen zijn die ook 100 jaar. Ja, met die checks kun je echt wel op vakantie gaan, dat is een hele check. Ik zou zeggen, van harte proficiat drinken. Ja, we gaan toch moeten een liedje zingen, er is hier een zanger in de zaal. Mia, waar zit je? Ja, kom even zingen, hè. Nog een zanger. Michelle. Ja, het is zonnepunt, het is al 5. Oh, dus de kans zeker, de kans. Dan zal ze leven.